moet jij zeggen? Vechten! Alles voor de vlog, hè? Dan moet je... Oh! Ja, maar is het niet. Marijn, dit is zo dom. Wat een mouw kan niet zo schoon zijn dan. Oh, hakken. Goedemorgen iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Fijn moederdag allemaal, althans voor jullie is het al voorbij. Maar op het moment van het opnemen van deze vlog is het moederdag. Ik hoop dat jullie allemaal je lieve moedertje, mocht je die hebben natuurlijk, in de watten hebben gelegd. En dat jullie je moeder lekker verwend hebben. Mijn moeder zit zelf in het buitenland, die zit lekker in Spanje op het moment, mijn moedertje. En ik heb net even lekker lopen facetimen, dus dat was leuk om te horen hoe, ze, ja, hoe het is met haar. Zo, ze zit in Spanje en ja, gewoon vakantie. Dus die had het hartstikke naar hun zin. Dikke shout-out aan alle moeders die ons allemaal verzorgen, allemaal opvoeden en in de watten leggen. Dus het is wel belangrijk dat moederdag er dan natuurlijk is dat we het een keer andersom kunnen doen. Je hoort dat ik een beetje moeite heb met praten. Dat komt omdat we gezopen hebben bij John van der Rijt. John is 78 geworden, dus we hadden zijn verjaardag gevierd. Helemaal fantastisch. Ik heb het vlog zitten editen. We gaan het water op, of niet, van de rijtjes? Zeker weten. Zeker weten. En Mason, ik heb gewoon een oorlogswond door jou, hè? Ja, sorry. Hey, ik had niks te doen. Ik had wat gedronken. Echt, welk zijn nog, je moet het niet doen. Maar ik had gedronken. Dus dat is mijn excuus. Dat is welke excuus eigenlijk, hè? Moet jij zeggen. Want? Vechten! Vechten! Hij lag te kotsen. Gisteren. Nee, dat noem je kitsen als je in Brabant bent. Kids. Nee, ik heb niet gekotst, gekitst. Ik kan best wel wat kitten hoor. Hij heeft wel Viagra ingenomen. Ja, helemaal kut. Hij deze teringlijst op meisje neemt het in. Ik wist ook wel wat het was, maar ik was zo dronken. Ik denk, ja, is goed. Ik spouw dit één keer uit. En ik heb hoofdpijn vanochtend. Ik dacht wel dat ik dood ging. Dus ik was gewoon zielig. We beginnen de dag goed hoor. Kijk eens even. Vlog edit, Mees aan het herstellen van een Camagra-pil, helemaal fantastisch. Nu valt het wel mee, maar kijk, Mees sloeg maar met een handdoek hier. Oh, gisteren was het gewoon twee keer zo dik en rood en echt hard, hè? Echt. Wat? Maar trek vanzelf wel weer weg. We zijn die van suiker gemaakt, hè? Het staat wel stoer eigenlijk. Was ik maar stoer. Waarom had je eigenlijk die zooi ingenomen? En werkte het? Nee, het werkte niet. Weet ik van waarom ik dat ingenomen? Omdat Marijn naar me toe kwam lopen en die stopt het eerst in mijn mond. Wow, van 31, hè? Hè? Ja, Tom. Hey, pardon, wat had jij ingenomen? Even bier. Laten we het zo zeggen, drink geen alcohol, want je gaat domme dingen doen. Wij echt heel erg, want wij hebben gewoon extreme karakters, dus we gaan helemaal domme dingen doen. Maar we hebben het wel heel leuk gehad. Ja. We hebben veel jupjes gezopen. Hey, maar je pa gaat ook mee varen, toch? Zeker. Ja, die is er even bij zijn moeder, geloof ik. Dus, dat wordt lachen. Mooi weer, jetski, speedboot zometeen. Belooft een waanzinnige dag te worden. We gaan naar de plek waar de jetski en de boot het water in gaan, waar ze altijd gaan varen bij familie van der Rijt. En dan gaan we allemaal rijden. Jongens, ik volg jullie, ja. Wat een plaatje. Die Marijn, jongen, die komt toch met ideeën. Die zegt, ja, die je goede weet je. Zal ik even filmen dat er voorbij vliegt, zegt hij. Hey. Schoon, nee. Schoon weg, ja, hé. Hey. Schoon. Mooi, hè? Schoon, ja. Schoon. Moet jij even uitleggen hoe dat werkt, want anders snap ik er helemaal niks van. Ik laat hem al gewoon aanstaan, ja? En zo kan je zoomen. Nu een stukje blokken, Bas. Hij staat er al aan, jongen. Oh, echt? Hey, mensen. Op die waterscooter gaan zitten, hé. Ja, kom aan, dat is ook wel. Als we in de vlog komen, hè? Hey, mensen van de vlog. Dan gaat hij er 100% in laten, hè? Ja? Ja. Alles voor de vlog, hè? Ja, ik hoop dat Bram een beetje goed gefilmd hebt. Leuk dat hij dat even wilde doen. En nou, we zijn er. Bij de camping, waar de boot staat. Oh, de waterscooter in het water in gaat. Ja, jongens, ik probeer mijn Brabants te verbeteren, maar ik blijf hangen tussen Limburgs en het klinkt eigenlijk nergens naar. Maar ik doe mijn best, weet dat ik mijn best doe. Ik probeer Brabanders niet te beledigen, sorry Brabanders, maar ik probeer juist jullie breedte te begrijpen. Hier, kijk, daar ga je al. Ik doe mijn best. We hebben hier een laden en losse plek. Daar komt de boot aan vader John. En ze gaan nu de waterscooter erin laden.
En ik moet volgens mij gewoon mijn auto hier zetten in de kant of zo, denk ik. Denk het, weet ik niet. Wat een mooie boot hebt u, John! Dit is Captain speaking. Captain Jack Sparrow! En zo knap is die, hoor. Wat een plaatje dit, hij met die kerk zo erop. We zijn in Suik, geloof ik, helemaal in Limburg. Hollandse glorie. En dan komt Marijn. Marijn, appen! Vliegen, jongen. Vliegen. Marijn is fanatiek, hoor. Die is gek op watersport. Kijk hoe gaan, hè. Zo, dat hij nooit te afflikkert, joh. Hij doet het heel vaak. Nou, hij is wel geflikkerd, volgens mij, heeft hij verteld. Echt super dik. Zo, aangemeerd bij een mooi strandje. John, er zit een knijtergrote gans achter je. Dat kun je wel goed. Ja, toch? Eindelijk een gans. Zie je, ik kan wel meer hoor, dan kun je filmpjes maken. Ja. Verborgen talenten. Ja, mooi wel. Mooie boot heb je, maat. Dank je. Super. En die waterscooter die is van jou, Marijn? Ja, van Marijn. Oh, ja. Moet ik een keer aan gas geven. Oh, gaat John op de waterscooter? Ja, ja. Ga je doen? John wordt nat, houdt hij niet van. John houdt niet van water, maar wel een boot. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Ik ben hekel aan zwemmen, maar varen is anders weer. Ja, daar komt hij hoor. Gas erop, joh. Kom op. Gaaf ding, jongen. Een Sidoe, hè? Ja, leuk. Gas erop, jongen. Daar gaat hij. Hij verdwijnt langzaam in de verte. Mannen worden nooit oud, hè? Die blijven jong. Al ben je 80 en je bent dus aan om zo'n ding te gaan, dan doet een man het. Don is nu aan het gaan. Je ziet hem daar voorbij chasen. Helaas geen GoPro meegenomen, maar ja, we moeten het maar doen met de riemen, roeien met de riemen die we hebben. Dat was knijt, is leuk. Ik begon ook even een stukje. Zo, hè. Oh, helemaal vuur onder. Fantastisch. Hey, Sammy. 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 Vind je niet leuk, hè, John, dat jij in de boot zit? Word helemaal bang van. Ja. Waar is het baasje nou, Sammy? Is daar boven, hè? Dan moet je ertussen zwemmen. Rah. Dit maakt weer mijn dag helemaal goed. Ik had net een vestje aan. Mees gaat nu op de waterscooter. Hij past hem niet, hoor. Jawel. Je past hem wel, alleen dan zit hij net even te strak. Mees, dit vind ik eigenlijk wel sexy. Dan zie je meer van het blote lichaam van de man. Precies. Vind ik wel heel aantrekkelijk. Alle dames ook. Hey John, wil je meedoen aan een raadsel van mij en als je verliest? Dan moet je... Oh! Het zijn nat al rechts. Wat een lul, hè. Goed gekeurd, Marijn, hé. Voice crack. Maar een raadsel. Een raadsel, ja. Als je vliest, moet je het water in. Als je vliest, moet je mij een kratje Jupke geven. Oh, dat vind ik ook goed. Ja? Ja. John, draai je eens om. Oh, ja. Nou, gelukkig is 20 graden. Wat een lul. Oké, okay, wat je ook... Wat ik ook zeg, jouw antwoord mag niet 17 zijn, ja? Is dat begrepen? Ja. Oké, top. Je bent een herder, je koopt een paar schapen. Je hebt 15 schapen, je koopt er 3. Hoeveel heb je er? 15 schapen? Ja, 15 plus 3. Ja, dat is? 18. Ja? Nou, dat mag je zeggen. Geen zorgen. Ja. Ik even nadenken. Ja, even zeggen, oké. Dan gaan er 6 dood, hoeveel heb je er dan? 12. Oké, dan gaan er 2 dood, hoeveel heb je er dan? 10. Oké, okay, je hebt geld verdiend, je koopt er 10 bij. Hoeveel heb je er dan? 20. Oké, okay, dan gaan er 5 dood. Hoeveel heb je er dan? 15. Ja, dat mag je niet zeggen, maat. Je mag het niet zeggen. Nee, dat is niet waar. Dat was een ander getal. Welk getal? Ja, een ander getal. Hij trapt er niet in, hoor. Ja. Dat gebeurt zelf. Dan, ja, mensen... dan krijg ik een kratje blij, toch? Ja, als je dat wil. Dat hadden we niet afgesproken, maar omdat ik mee mag op de boot. Omdat ik mee mag op de boot. Nee, ik mocht geen 17 zeggen. Ja. Nou, wat heb je gezegd? Ja, je zei het! Ja, tuurlijk. Nee, het was al voorbij. Zit jij heerlijk in die hoek, Mees? Ik voel me ook je bent wel... ook echt knijters erg aan het verbranden. Nee, broeder, dit is... dat is rode zonnebrand, toch? Rode zonnebrand. Kun je ook zien nu pas dat het lichtplekken zijn? Ja, ja, ja. John, uit welk jaar komt deze boot? 2019. 2019, oh, dat is echt een nieuwe boot. Ja. Wat is het dan? Italiaan of een Nederlandse boot? Of? Amerikaans merk is het. Amerikaans. Roesers Sportseries. Roesers. 298. Gaaf, man. Hoeveel pk heb dat ding?
350 pk, hè? Volvo Penta V8. Ja. Een Volvo V8, ja? Ja, dat ik was laten zien. Het ziet er echt wel imposant uit, hoor. Die motorruimte. Ja, gaaf. En met zo'n rode motor ligt erin. Oké, okay, als je deze niet goed raadt, John. Ja. Dan moet jij weer een jupke van mij kopen, een krat. Ja, okay. Dat is goed. Het begint met een K, het eindigt met een T en dan gaat een worst in. Wat is het? Het begint met een K? Eindigt op een T en dan gaat een worst in. Wat is het? Goed nadenken, je weet het wel. Je weet het heel goed. Ja, maar dat is het niet. Ja, wie zegt dat het niet is? Misschien denk ik wel aan iets anders waar jij nu aan denkt. Nee, dat weet ik zeker van niet. Ik weet het niet. Een koelkast? Koelkast, ja. Ik wist dat het simpel was. Wat ja. Had jij in je hoofd? Ik ben heel benieuwd. Zeg je? Wat had jij in je hoofd? Ik ben heel benieuwd. Niks. Niks? Ja, jij wel, ja. Mensen zeggen het gewoon. Ja. Kut. Jij hoopt toch ook dat hij kut ging zeggen? Ja. Maar als hij koelkast zou zeggen, zou je zeggen nee, het is een kut. Ja, daarom. Dit raadsel win je altijd. Ja. Dus nu krijg ik een krat Jupke van John. Oh, is goed. Weet je, geef elkaar allebei een krat. Dat is makkelijk als we dan gewoon voor onszelf kopen eigenlijk. Anders dan heeft het geen zin. Nee, maar dan krijg je een biertje van mij en ik en van jou. Ja, ja. Dat is toch anders, hè? Ja. Als je iets krijgt, is het leuker. Nee, John, ik meen het oprecht. Ik vond gisteren zo ontzettend gezellig met al jouw vrienden. En weet je, ik heb zelfs met John zijn moeder staan dansen. Mooi, hè? Onvergetelijke verjaardag. Wout Rood was van 10 tot 74, de leeftijd. Ja. Ja, mooi, hè? En die kids van 10 zuipen, jongen, niet normaal. Maar goed, die waren boven natuurlijk, maar beneden was het een beetje vanaf de 16, hè? Ja. 16, nee, vanaf 15. 15 was het. 15 tot 74. Wow. Ja. En dansen allemaal met elkaar. En vlot, hoor, die moeder van je. Ja, mooi, hè? 74 jaar, maar gewoon nog lekker dansen, hoor. Dans erop. Op Let's Twist Again. Ja. Let's Twist Again. Ja, dat heb ik gefilmd, hè? Gaaf, hè? Ja, leuk is dat. Onvergetelijke dingen zijn dat, joh. Mooie schilderij gekregen. Wat had jij nog meer gekregen? Iets van rubber, toch? Ja. Ja, het was een pocket pussy. Ja, nee, het was een extreme tight. Voor mensen met een kleine piemel. Ja. Van wie zou die dat cadeau hebben gekregen dan, Marijn? Wie was ik weer? Ruud en Tijm. Hij lijkt op je vader. Ja. En dan nog een zo'n leren bandje met zo'n bal in mijn mond. Ja, ja die doe je zo aan toch als je gaat zwemmen? En een zweepje. Ook nog. Maar waar een twijfel het een zweepje was of een staart. Ja, dan moet je met je kont stoppen. Ja. Het gaat helemaal nergens over dit. Ja, leuk man. Heel wel alcohol. Ik heb echt een leuke vriendengroep, vind ik echt. Iedereen was gewoon heel sociaal, niemand deed schijnheilig. Iedereen ging gewoon dansen, dat is echt gezellig. Ja. Flashback! Lang zal er leven, lang zal er leven, lang zal er leven in de glorie. Is jou wel eens opgevallen dat jouw knieën hebben snorren? Zie dat? Er groeit alleen nog haar onder je knieën. Ja, de rest is alles. Maar hier ook. Dat is heel gek. Hier. Helemaal kaal. Hier en hier groeit niks. Het. Ja. Geen idee. En dan hier op mijn kont. Ja, laat die even zien. Kijk, die boot is knijtervet. Maar let op de details. Wat John erin in hebt laten zetten. Laten graveren, of hoe je het ook noemt. Kijk, dit is de cockpit. Zelfs met touchscreen en zo erin. Maar kijk. Hier staat gewoon John's logo, van zijn zaak, en hier, op de achterkant, kijk. Staat het ook gewoon, hè? Ja, maar dat vind ik eng, Sammy. Ja, maar dat schuit, is de eerste boot die rijdt. Wat goed. Die hond wordt helemaal niet goed. Dat zijn die scooters zitten. Hé, hey, Mark, ga even springen. Maar rij gas erop met je moeder, joh. Hé, hey, gas. Beetje bang maken, hè. Kijk, ja, gaat hij doen, dan gaat het doen, ja. Zo gaaf. Ze staan alweer te wachten. Hey, al die beesten, John. Die zijn allemaal moe. Moe. Een mooie kerk, hè? Ja, boeit mij niet zoveel. I don't care. Dat zijn geen koeien, toch? Oh ja, die wel. Dat zijn koeien, dit? Wat zijn het dan? Paarden? Nee, ik zie dat. Die hebben geen uier. Dat zijn ballen daar, toch? Of niet? Dat ik kan het niet zien, dit is te ver. Hier, die hele grote, hier staat een stier. Maar zie je die ballen, man? Ja, er staat ook een groene stier erachter. Ja, dat klopt. Ja. We hebben even lekker gechilled op het water met z'n allen, maar we gaan er nu weer van tussen. Marijn, dit is zo dom. Doe nog één keer. Doe lekker zelf. Spaanse stierherder jij. Die ballen, gek. Zat hij te zwaaien met dat ding? Maar zo'n ding, kijk, koeien maakt niet uit, maar stieren die laten niks van je over. Die nek.
Hier zat een stier. Hier. Oh, een stier op een stier. Nee, top kwaliteit broodje. Test de stroombommen. Zo, de kamagen begint best te werken. Ja, hij is scherp vandaag, hè, die Dix. Die Mees Dix is scherp vandaag, hoor. Wat zou er gebeuren als je dat aan dieren geeft? Nou, dat is heel fout, de boel. Dan moet je gelijk de dierenbescherming bellen. En dan nu gaan we nog even chillen bij John op de camping. Waar de boot legt. Kijk, daar legt de boot. Heerlijk, dat Brabants. Ik kan het de hele dag lullen. Het is hier super mooi in Limburg. Mooi huisje hebben ze hier. Ja, dat kan ik beter, hoor ik altijd. Dat ik meer als een Limburger klink dan als een Brabander. Je hebt gewoon een 100-pack. Moet je één keer helemaal je buik in en dan op je allerergst uit. Wat is het toch zo grappig aan die buik voor jou? Ik weet het niet. Het is gewoon zo grappig. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Het is zo goed in elkaar. Gewoon een massief blok. Ja, het is echt heel massief. Wat een shot is dit. Mooi is, menig persoon met overgewicht. En je zou jezelf zo in de zet denken, oh, ik wil niet dat mensen me zo zien. Maar Mees is gewoon body positivity. Hoe Mees het doet, zou iedereen het moeten doen. Gewoon lekker jezelf zijn en gewoon, ja. En broertje. Je kan op me haten en zo. Je kan zeggen dikke in de comments. Maar dat boeit me niks wat nee, jij dat denkt. Is wel duidelijk inmiddels. Het boeit me helemaal niks wat je denkt. Want ik ben over een paar jaar... Tantoerijk en jullie niet. Dat is nog discutabel, maar we gaan het zien. Bewijs ons allemaal anders, Mees. Ja, zo word je niet rijk hoor, je er nu bij zit. Als jullie denken, waarom is zo rustig? Iedereen is frietjes gaan halen. Patatjes. Uit de frietpan. Nog nooit van gehoord. Frietpan. Het is toch gewoon frituurpan? Wij zeggen ook geen patatpan. Ik vind het mooi. Of weet je wat hij net zei? De vetvijver. Zei een van die gasten net. De vetvijver. De vetvijver. Als frituurpan. Is dat de vetvijver. Is dat als ik in een vijver ga liggen? Ja, weet je wat ik dan krijg als ik erbij ga zitten? De ziekte van vijver. Ja. Nee, dus we gaan zo lekker eten. We worden echt door de familierijd altijd zo gasvrij behandeld. Ik voel me helemaal op mijn gemak altijd. Dat is niet normaal. Zo'n leuk gezin. Ja, bij de friettent of de patatzaak, John? Wat is friettent. De patatzaak. Verkopen ze ook hier van die kipknotsen van Maaskantje, van nee, New Kids? Nee. Ze hebben zelfs gewoon viandel. Een viandel? Een viandel. Dat is een frikandel met een ander korstje eromheen. En, maar wat smaakt dat naar dan? Naar een frikandel met een ander korstje. En dat korstje is knapperiger of zo? Ja, dat is knapperiger. Maar die wordt meer verkocht? Ja, die wordt hier in Brabant heel veel verkocht, alleen hier op de camping helaas niet. Maar wat ik het mooiste vind is dat ik net vetvijver hoorde. Ja. Vetvijver? Ja. Een vetvijver. Ja. Een vetvijver? Ja, een vetvijver. Ja, uit jouw mond pinkt anders, hè? Ja, hij zegt dat hij snapt het en als ik het zeg, snapt hij het niet. What the fuck? Zoals beloofd. Ja, John, ik kan nog even het blok laten zien. Ja. Een Volvo V8 met 350 pk, hè? Ja, Volvo Penta V8. Het is echt een mooie boot, hè, John. Hey. Ja, hij is te koop. Hey, je hebt al vaker opgelicht, maar nu trap ik echt niet in, hoor. Ja. Zo. De knetter, dat is een ding, hè? Oké. Zo, wat een machine. 350 V8 staat er ook op. Ja. Oh, op die kap. Dat is een, hij is schoon, zeg. Zo'n Fireboy systeem zit erin. Dat is dus bijna nieuw. Dus als ze begint te fikken, dan zetten ze een dingetje op haar pad. Dan, het is een blussysteem. Een blustank daar. Ja. Het is een blussysteem zit erin. Wat een, maar hoe kan die zo schoon zijn dan? Ja, die boot is bijna nieuw. Ja, maar je vaart toch wel regelmatig? Ja, maar goed, dat leidt hier niet zoveel, hè? Rijdt nou 50 uur lopen? Zoiets. Heeft hij zo weinig pas gelopen? Ja. Oh, dan snap ik dat hij zo schoon is. Schoon. Oh, nee, schoon is mooi. Schoon bedoel ik. Schoon. Lekker kontje hoor, John. Dank je. Doe die zetbeelden maar in, Marijn. John, als je die boot net hebt, waarom gaan we hem dan verkopen? Want je hebt hem nu een jaar. We hebben een jaar te koop staan. Dus je hebt hem gekocht en wil hem gelijk verkopen? Ja. Dan waarom we weg? Ja, goed, waarom we weer weg? We hebben die auto. Of die boot. We hebben die auto ook zeker. Maar die boot hebben we gewoon voor de handel gekocht. Voor de handel, maar je vaart gewoon af en toe zelf mee. Vorig jaar, nee, nooit. 50 uur pas. Nee, ook niet. Want hij had, toen we hem kocht, had hij 38 uur gelopen volgens mij. Oh, dus je hebt er echt heel weinig gebruik van gemaakt. Dus, maar ja, deze op een gegeven moment moet je handel hebben. Je hebt geld staan en dan moeten wij handel voor inkopen. En als er geen auto's te koop zijn, dan moet je iets anders gaan verzinnen. Ja, en anders betaal je meer belasting over dat geld, of ja, niet? Als je het laat stilstaan. Ja, ook dat. En dat geld hebben we natuurlijk om geld mee te maken. En als er geen auto's te koop zijn, dan koop je een boot.
maar dit is een heel moeilijk segment. Geld op de bank kost ook geld. Dit is heel moeilijk om aan de man te krijgen, of niet? Ja, en deze, ja, het is best wel een run geweest op die boot allemaal. Dus het is ook goed te proberen. We hebben hem wel aangepast, hè. We hebben heel die vloer er opnieuw ingelegd. Hier ligt normaal ligt hier gewoon zo'n vloerbedekking set in, wat ook heel mooi kijkt. Maar ik vind het gewoon altijd heel gaaf. Dus hebben we mooi helemaal in laten meten met zijn 3D-apparaat. En, ja, het is helemaal op maat, overal ja, draait ook. Zo. Oh, zo. Morgen. Daar was ik pas iemand bezig met een boot. En, maar ja, dat is dan wel lastig. Toen stond die in opslag en die man wilde komen kijken. Maar dat is dan wel lastig met deze handel. Dus ja, ik kan dat ding niet in de showroom zetten. Dus dan moet je een. Ik zei nou, die boot staat nog in opslag. Dus als ik hem daar uithaal, dus dan belt die man eigenlijk erop van. En is je er al uit? Nee. Geen tijd gehad. Het weer is er nu. En voordat hij eruit was, had hij een andere boot gekocht. Dus dat is wel een beetje kloten, want ik had er eigenlijk iemand voor die wilde mij hebben. Dat ding staat dan ergens in de opslag en dat is allemaal lastig dan. Hè? Dus omdat hij eigenlijk ongeduldig was, heeft hij maar... Ja, goed, je hebt, als je zoiets zoekt, heb je een keuze uit één of twee boten in heel Nederland. Ja, is het zo'n specifieke... Ja, zeg, een beetje fatsoenlijke boot vinden die gewoon goed smoelt, die er goed uitziet, weinig uren heeft. Ja, dat is gewoon zoeken. Er staat niet mega veel te koop, hoor. Maar echt, wat we straks hebben gedaan, een keer gas geven, dat doen we maar weinig. En ja, dat vind ik ook niet leuk, want er zit dan waait van dingen zien. Ja, je bril waait bijna van je kop. Maar jij hebt hem nog steeds op, zo te zien. Ja, dat klopt. John heeft gewoon zijn bril. Ja, ik zie dat op camera, gewoon zijn bril nog op. Ja, beetje overbelicht. Zonnebril opgehaald. Dus. Ja, ja. Hier gewerkt, niet verkleurd. Ik heb dat bij mijn billen van de wc-bril. Ja, dat is ook verkleurd. Ja, mij net ook. Jezus. Wat een bevalling. Ja, je hebt net even na het friet eten, heb je even zitten schijten. Goh. John van de schijt. Dit was zo gezellig. Ja. We gaan de rijtjes bedanken. En dan gaan we terug naar de Gaalhof. Dit is het mooie van dat beveiligingssysteem, hè, van mij. Okkie, die zit al lekker bij mij thuis in de jacuzzi. Vind ik zo mooi. Er zijn altijd gewoon mensen bij mij thuis. Terwijl ik er niet eens ben. Zit die, hoor, die kleine. Misschien joinen we hem wel. Misschien niet. We zien het wel. Na de reclame. Hoi. Zo, de stier staat weer veilig in zijn stal. En die okker, die zit lekker te badderen. En wat akker. Zit die, hoor. Zo, is lekker, jongen. Ja. Handel wat je er net tegen. Wat heb je gedaan gisteren? Amsterdam. Was leuk? Ja, was goud, man. Met de boys naar de club? Was lachen, man. Hoe ging je met de dames? Ah, dat wel minder. Als het maar leuk was, hè? Met de boys ook goed, hè? Ja, zeker. Is je horloge waterdicht? Ja. Mooi. Ja, of course. Ik kan je één ding vertellen. We gaan niet meer de jacuzzi in. We zijn op, dus het is El Finito. Wat een dag weer. Helemaal super. Zo gezellig met de rijtjes en met Mees. Ik hoop dat jullie meegenoten hebben. En dan zie ik jullie morgen weer. Om 5 uur. Gaan we weer dikke content maken? Absoluut. Dat weet je zeker. Morgen helemaal gek. Dat kan ik vertellen. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is, konthaar is langer dan kibbeling. Dus jullie zijn net zo schuldig als ik. Maar wij hadden blauwe wel eraf gewassen.